In de mode is on tour. We zijn nu in Breda. Wij zoeken uit hoe in de mode Breda is. In de mode is Breda? Ik denk dat Breda goed op weg is. Breda staat goed in de mode. Anders dan in Amsterdam. In Amsterdam hebben ze een hippere, meer combinaties maken ze daar, wat gedurfde. Maar ik vind Breda eigenlijk stijlvoller. Mensen zijn wel met veel meer met mode bezig als een aantal jaren geleden. Waar zie je dat dan? Je ziet het op het straatbeeld. Het straatbeeld dat is hetgene wat de mode bepaalt natuurlijk. En dan zie je dat er wel steeds meer fashion guys of meisjes rondhuppelen door de stad. Zoals de vrouw zich kleedt, zeg maar, in een bepaald beeld met de kleuren, de materialen, de combinaties zijn eigenlijk op elkaar afgestemd. En in Amsterdam is dat meer een leuk petje, een gek jasje gecombineerd met een rode broek, wat niet bij elkaar past. Kan ook, heel leuk. En hier hebben ze een bepaalde chique stijl. Er is een klein groepje die meegaat in de nieuwe trends. Maar de grote groep blijft nog een beetje bij de klassieke stijlen. En Breda is een beetje een klassieke stad. Doe je verder nog wat via internet om je doelgroep te bereiken en te prikkelen? We zijn natuurlijk heel veel bezig met social media. Er wordt iets geliked of er wordt iets gedeeld en er wordt altijd verder gekeken. En zo probeer je dan weer nieuwe klanten te werven. Als er iets vets binnen is, gelijk laten zien, gelijk pakken van dit is er binnen. En dit is iets misschien voor jou. Je moet niet zomaar... Ja, verkopen. Je moet echt iets pakken. Hoe laat je dat zien dan? Ja, dan pak je een artikel en dan laat je zien van dit is echt een vette broek en die past misschien ook bij jou. Je kan wel aan iedereen dezelfde broek laten zien, maar het moet wel echt bij je passen. We zijn een winkel, maar we proberen eigenlijk als persoon Facebook te benaderen en proberen daardoor ook onze klanten te benaderen. En het is de meest makkelijke, goedkoopste oplossing voor reclame. Facebook is voor mij een heel groot medium. En dat is iets wat voor ons heel makkelijk is. Het is gratis, het is via je telefoon te doen. Dus je hoeft niet altijd je laptop daarvoor open te klappen. En wij kunnen mooi achter de schermen zien hoeveel er geopend wordt, hoeveel het bekeken wordt. Het is ook een goed middel wat je kan meten. En evenementjes. Dus wij proberen om de 3 maanden proberen we een klein evenementje te hebben. Of hier op het plein of op een externe locatie. Zodat klanten toch geprikkeld blijven om in ieder geval langs te komen.